Op onze rondgang langs de Haarlemse voetbalclubs gaan we het deze keer over het damesvoetbal hebben. We hebben drie gasten vanuit Hillegom. Ze spelen ook bij Hillegom. En het zal u niet verbazen dat de trainersbovenbaas Kees Nijens deze dames heeft uitgenodigd en aangewezen. Voetbal in Haarlem voor de dames. Hoe zit dat bij jullie in Hillegom? Ga je gaan. Nou, wij hebben een selectie in Hillegom. Dat bestaat uit rond in de 30 dames ongeveer. Ja, begonnen met 32 dames. Begonnen met 32 dames dit jaar, maar daar zijn er wat van afgevallen, helaas. En niet omdat ze niet konden voetballen, want iedereen bij ons kan voetballen. Alleen er zijn een aantal geblesseerd geraakt. Dus, want jullie hebben, dat hoorde ik tenminste van Kees, nog wel eens tegenstanders die niet al te sportief zijn. Ja. Die bewust op jullie ledematen loeren. Het gaat er nog wel eens fysiek aan toe, ja. Dat heb je met ploegen die goed zijn, die krijgen schoppen. Ja. Jullie hadden in dat blad dat voor je ligt een heel erg leuk interview, ook over jullie ploeg. Waar spelen jullie? Welke klasse? Dames 1 speelt tweede klasse. Ja, en dames 2 speelt de vierde klasse. En jullie willen allemaal voor een plaats bij de top 3? Ja. En jullie trainen gezamenlijk, dus het is eigenlijk hartstikke goed dat je steeds datzelfde niveau voor je kiezen krijgt. Nou ja, derde plaats, tweede plaats moet nog mogelijk zijn. Jullie hebben een aantal wedstrijden minder gespeeld. Ja. Hoeveel wedstrijden moet je nog spelen dit seizoen? Tot 20 mei, ik denk een stuk of 6 wij met 2. En wat is het verschil in punten? De nummer 1 staat op 37 punten, dus dat gaan we sowieso niet meer inhalen. Wij zitten op 21 punten, wel 2 wedstrijden minder gespeeld. En daarboven zit het wat krapper, nummer 2 heeft 27 punten en de nummer 3 volgens mij iets van 24, maar iets in die trant. Dus wij kunnen met 2 kunnen we denk ik sowieso nog wel, als we nu alles gaan winnen, wel tweede, derde worden. Ja. En die kans is groot, dus een tegenstander dermate deze kunt verslaan? Nou, we krijgen het nog wel pittig. Want ja, we hebben ze uit nog. Alles nummer uit. 2 en de nummer 3 hebben we nog uit. Ja. Oké. Okay. En welke ploegen zijn dat en waar staan die? Uit mijn hoofd. Uit Geest. Uit Geest, Vitesse. En ADO staat eerste. Ja, maar die is niet meer in het halen. Nee. Die is niet wat? Die is niet meer in het halen. Oké, okay. Nee. En in de promotie-degradatieregeling gaat er 1 ploeg door? Of hebben jullie kans op tweede of derde? In de tweede klas waar dames 1 speelt, gaat de eerste promoveert gelijk. En dan heb je volgens mij 3 periodes. En dan de periode kampioenen die spelen na competitie. Oh, hartstikke goed. Dus dat kan allemaal nog. Ja, en bij dames 1 ligt het echt wel, punten liggen echt wel dicht bij elkaar. Dus het kan nog steeds. Ja, maar je moet wel op het goede moment pieken natuurlijk om die periode te pakken. Ja. Je kan als je alle 3 de periodes het wel redelijk doet, kom je er niet. Maar als je de eerste klasse speelt is minder schoppartijen hoor. Dat is meer voetbal. Ja, dat is echt verschil. Ja, dat is een heel ander niveau. Wat doen jullie in het dagelijks leven? Mag ik met jou beginnen? Ja. Oh, ik heb jullie nog niet eens voorgesteld. Evelien van Eurg met dat hele mooie gele shirt aan. Kimberly van Nieuwenhuizen, die zit in het midden. En Ruby Mens zit naast mij. Welkom. Wat een bedankt. Het komt omdat het dames zijn, joh. Dat kan ik toch niet zo meteen. Nee, anders. Je reageert er meteen anders. Oké. Ga je gang. Maar wat doen jullie in het dagelijks leven? Dat begon je over. Ja. Ik ben 2 jaar geleden afgestudeerd als maatschappelijk werker. Maar op het moment werk ik in het bedrijf van mijn ouders. En die hebben een boeketten-exportbedrijf naar Luxemburg. Bloemen. Dus interessant. Ja. En meerdere landen, hè? Niet alleen Luxemburg, toch? Ja, wij alleen Luxemburg. Oké. Wat leuk, joh. Ja. Hartstikke goed. Ik weet sinds kort weet ik heel veel van bloemen af. Want ik ben met iemand aan wie we aandacht gaan besteden in Nieuwe Tijdschrift naar de veiling geweest. En dat was ook een hele aparte ervaring. Ja. Maar dat zou ik je nu niet heel apart. Ja. Dus ik kan me iets voorstellen dat het heel intensief handelt. Ja. Ongelooflijk. Ja. Nog steeds een familiebedrijf. Ja. Houden zo. Ja. En jij, Kimberly? Ik studeer geneeskunde. Ja, dus ik ben nog volop co-schap aan het lopen. Wat inhoudt dat ik langs allerlei specialismes ga in het ziekenhuis. Dus 5 dagen in de week aan het werk ben. Ja. Met als doel
om arts te worden. Arts te worden, ja. Ja, arts of heb je ook nog een richting waar je naartoe wilt? Ja, gynaecoloog. Heel verstandig. Ja. Heel verstandig. En je opleiding de laatste jaren werk je 20 uur per dag. Ja, precies. Dus, ja, het is nu al. Hè. Het is nu werken we al 5, soms 6 dagen per week en krijgen geen vergoeding of iets. Dus het is al stevig aanpoten. Ja. Maar als je het eenmaal bent, is het fantastisch. Precies. Het is wat ik wil doen en het is wat ik het leukst vind. Dus ik kom altijd plezierig mijn dagen door. Ja. Zoals met 20 uur per dag. Ja, nou, dat heb ik nog niet gehad, dus dat weet ik nog niet. Dat is pas op de eindfase. Ja. Wat er hier niet over komt. Ja. Ik ben mijn bachelorstudie aan het afronden. Internationale ontwikkelingsstudies heet het. Ik ben nu mijn scriptie aan het schrijven. Het gaat over ethische codes en hoe het invloed heeft op het gedrag van de Nederlandse banken, vooral. Oh, dat is interessant nu. Dat is heel interessant. En ik wil in september nog een master beginnen, corporate communication. En dan wil ik ook een beetje verder met het duurzame en sociale gedrag van bedrijven. En hoe ze dat communiceren naar de buitenwereld. Wat leuk. Dat is interessant. Ja. Ja. En het is alle drie te combineren met jullie lieve spelletje voetbal. Ja. Ja? Nooit af moeten zeggen, doe je werk of doe je studie, altijd kunnen trainen. Nou, ik heb helaas wel dat ik 1 keer per week maar kan trainen. Ja, ja. 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 Want de tweede, zeg maar, ik train alleen op dinsdag. Tot donderdagavond heb ik nog repetitie, want ik zit ook nog in een band. Dus dat heb ik ooit zo afgesproken met de eerdere trainers die we hadden. En voor Kees is dat ook helemaal prima. Ja. Ja. En ik moest voor Kees vragen aan jou om zo meteen aan het eind van het programma even een a cappella'tje te zingen. Hey. Moet kunnen. Sorry. Wat speel jij in een team? Wat is je positie? Centrale verdediger. Ja. En jij? Voorstopper. Wauw. Ja, ik was altijd spits, maar we zijn er de laatste 2 wedstrijden achter gekomen dat ik beter uit de voeten kan op het middenveld. Dus, Oké. Okay. Ja. Ah, leuk. Wie heeft de meeste goals gemaakt? Ik denk jij dan, hè? Als ex-spits, ja. Ruby. Ik heb er 3 gemaakt, volgens mij. Ja, ik heb er dit seizoen ook. Nou, het zal niet heel veel meer zijn. Dit seizoen. Nog niet heel veel gescoord. De laatste wedstrijd, wanneer heb je nou de laatste wedstrijd? Ja, vorige week heb ik wel gescoord in mijn hoofd. Ja. Oké. Ja, nee, ik zou bijna wat zeggen, maar dat duurt niet. Wees voorzichtig. Ja. Wat vinden jullie sowieso van de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal? Ja, heel positief. Ja. Dat stond 10 jaar geleden. Als je zei dat je als vrouw voetbalde, dan dacht iedereen dat je half gek was, geloof ik. Ja, je kreeg nog wel eens dingen over je heen, hoor. Ja. Ja, van mensen van vrouwenvoetbal, dat is allemaal niks. Mm. En nee, dat je dat doet, oké, raar. Ja. Je ziet het ook bij AFC, Hennie en ik zitten regelmatig bij AFC. Je ziet al, die ploegen zie je echt groeien. En het zijn echt hartstikke leuke teams om naar te kijken. Ja, we hadden vroeger... Damesvoetbal echt heel leuk om naar te kijken. Vroeger, ik voetbalde eerst nog met jongens. En toen wij bij HFC gingen spelen, wij kregen altijd, zeg maar, we waren met 3 dames in het team. In het begin 4 dames, toen 3 dames. Kregen we altijd extra kleedkamers. Omdat wij dan als vrouwen gewoon een eigen kleedkamer hadden om onszelf om te kleden. En bij HFC waren ze zo tegen het vrouwenvoetbal dat wij geen kleedkamer kregen. Ja. Dat heeft niet tegen vrouwen zo werd het aan ons gebracht. Nee, het is gewoon zo dat HFC... Er zijn 40 wedstrijden op een zaterdag. Ja. Ja. En er zijn een paar oude hokken die als kleedkamerdienst doen. Ja, er komt nu verandering in, hoor. Er zijn plannen. Ja, er zijn wereldse plannen. Als het die allemaal gerealiseerd gaan worden, dan het ziet er echt helemaal heel erg vrij uit. Ja? Ja, dat is echt krankzinnig wat er daar allemaal komt. Ja. Maar het zijn plannen, zijn tekeningen. Ja. Moet eerst nog financiën worden geregeld en daar zal ook nog wat een en ander aan gedaan moeten worden. Jullie zijn, doordat je met een grote selectie traint, natuurlijk vriendinnen. En er zijn natuurlijk ook een heleboel leuke dingen naast het voetbal. Ja. Wat organiseren jullie onder andere? Elk jaar een teamweekend. Ja. Dit jaar zijn we naar Dronger geweest. Ja. Dongen in Noord-Brabant. Ja. Ja. En daar zitten we dan gewoon in zo'n grote accommodatie en dan zijn we gaan. Ik heb voor vrijdagavond dan bijvoorbeeld een quiz gemaakt. En hebben we, als onderdeel van de quiz hadden we allemaal kinderfoto's opgestuurd naar Evelien dan. Ja. En hadden we zonder de namen kregen al die kinderfoto's voor je en dan moest je raden wie dat was geweest. Dus we hebben de meiden, dat is heel grappig. Ja. Ja, avondje uit en dan is er een veld naast de accommodatie en dan doen we allemaal spelletjes en echt teambuilding. Dan kruipen jullie weer bij elkaar, dat is toch opvallend. Het is niet alleen maar het voetbal. Dus. Nee, zeker. Ik zie de meiden van de voetbal zie ik vaker dan mijn vriendinnen. Ja.
Ja, leuk, ook gewoon naar de kroeg. Ja. En, ja. Hoe vaak trainen jullie in de week? 3 keer? 2 keer. Twee keer. Ja, dan kom je ook uit. Met Kees? Doet Kees dat? Ja. 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 Stevig, hè? We zijn heel blij met Kees. Ja, ja. Maar stevig, hè? Ja, maar wel goed voor ons. Ja, ja. Nou, dat is leuk. Je hoort wel eens dat ze met name in de tijd dat damesvoetbal langzamerhand naar boven kwam, dat jongens en meisjes door elkaar speelden. Nu zijn het echt meisjesteams, alleen maar meisjesteams. Ja. Vroeger was het echt zo gemengd. En er werd wel eens gezegd dat de meisjes die toen de tijd voetbalden, dat die sneller op een hoger niveau zouden komen. Ja. Vanwege het feit dat ze met jongens spelen. Jongens zijn ruiger, je moet meer incasseren. Dat moesten die dames dus ook, omdat ze met de jongens speelden. En men zegt, men claimt dat dat nu aan het veranderen is, omdat jullie als dames gewoon beginnen met het team. Als dames, daar zitten geen jongens bij. Is daar nou een onderscheid van? Is daar een onderscheid tussen, denken jullie? Zou het wat uitmaken? Nou, ik denk eigenlijk dat tot een zekere leeftijd het wel beter is om de vrouwen nog bij de jongens laten voetballen. Ja. En dat je dan ook helemaal juist. Tot de senioren moeten ze bij de jongens. Ja. Ja, ja. Leer je het meeste van voetbal. Ja, ja, echt waar. Ja. Ja. Wat vind jij het leukste aan het voetbal? Het spel sowieso. Het fanatiek en willen winnen. Ja. En, ja, dat het een teamsport is en daarbuiten ook met elkaar. De gezelligheid. De gezelligheid. Goede balans tussen gezelligheid en prestatie. Heb jij nog een andere reden om het leuk te vinden allemaal? Het is echt, vooral ook bij de vrouwen merk ik ook echt het samen spelen en samen willen winnen. Die onderlinge band die je samen hebt, ja. Ruby? Daar sluit me er helemaal bij aan. En bij vrouwen maakt denk ik, natuurlijk baal je als je verloren hebt, maar als je ziet, onze mannen die doen het nu niet zo heel erg goed. En je ziet wel een verschil dat wij eigenlijk altijd na de wedstrijd, doen we dan nog wel een drankje en is nog wel gezellig. En, ja, ik denk dat je dat bij de mannen toch minder ziet, omdat die echt gewoon puur met de prestatie bezig zijn. En als het dan niet goed gaat, dan is het ook wat minder gezellig. Want wat ik bij die vrouwen bij het damesvoetbal vaak zie, is dat jullie meer voor elkaar over hebben dan de mannen het eigenlijk hebben. Als een man in de spits staat, dan wil hij scoren en hij zal dwars door die verdediging heen gaan. Hij moet gewoon door. Terwijl jullie, de damesvoetbal, zie je veel meer, dan speel je hem er even over. Ja, dan kan iemand anders. Ik denk dat teamgevoel wel meer is misschien. Ja. Ja. Hebben jullie gemerkt dat door de successen van het Nederlands damesteam jullie positie veranderd is? Meer aandacht of dat nog niet? Ik denk misschien zoals dit en zoals die meiden in dat in het blad ook. Is er grotere aanloop dan normaal? Zijn er meer? Dat viel nog tegen, eerlijk gezegd. Dat viel volgens mij overal nog tegen. Dat is best wel jammer. Maar we gaan volgens mij aan het eind van de maand gaan weer vriendinnendag organiseren op de club. En dan proberen we weer meiden die zeg maar nog op de basisschool zitten en nog niks met voetbal hebben, proberen we naar de club te krijgen en enthousiast te maken om te komen voetballen. En hoe zit het met scheidsrechters bij jullie? Zijn die eenvoudig te vinden? Want je ziet heel vaak dat met damesvoetbal van, dan loopt er maar iemand in zijn trainingspakje even een beetje erbij. Ja. Of hebben jullie ook echt KNVB scheidsrechters? Dames 1 proberen ze wel altijd een bondscheidsrechter te stellen. En dat lukt ook wel. Ja. Maar het zijn de eerste die wegvallen als een scheidsrechter afzegt, zeg maar. Dus, ja. Maar meestal lukt dat wel. Toch is dat raar, dat het zo is. Dat vind ik heel merkwaardig. Ja. Wat zou moeten gebeuren om het damesvoetbal op een nog hoger plan te krijgen? Heeft iemand een idee? Beginnend met dit soort kleine dingetjes, denk ik, het steeds meer onder de aandacht brengen. Dat het meer gedoogd en een ding wordt, ja. En clubs zelf moeten daar aandacht aan besteden. En jullie hebben het in ieder geval ook goed gedaan achter de tafel en op de camera, dus dat is al heel leuk. Het is jouw beurt nou, a cappella. Ik heb wel een beetje last van mijn stem. Dat maakt niet uit. Oké, speciaal voor Kees deze. Mm-hmm. Well, sometimes I go out by myself and I look across the waters and I think of all the things what to do and in my head I paint a picture. Kleine. Als je zo'n voetbal op steeds zingt, dan komt het allemaal wel in orde met jullie club. Hartstikke leuk, hè? Geweldig. Dit was een eerste indruk over het damesvoetbal. En een paar hele leuke meiden aan de tafel.
Eén ding is me tegengevallen. Ze hebben me niet herkend als hun leuke leraar biologie en Engels op het Fioretti College. Maar dat was echt zo. En dat hebben ze misschien nou pas door. Hartelijk dank voor het kijken. Leuk!